De start is vervallen. Kees Bokmaars is in ieder geval goed weg aan de binnenkant, maar niet het snelste. Dat is aan zijn buitenkant Dusty Onoe. Dan gaat ook aan de buitenkant een andere deelnemer mee naar voren. Die probeert de leiding nu over te nemen. Dat lukt ook. Dat is Godiva Flevo. En nog verder aan de buitenkant. En die gaat nu de leiding weer pakken. Bonnie Charisma. Harde openingsfase. De eerste drie paarden zijn wat voor de rest nu. En dat is Bonnie Charisma, Godiva Flevo en daarachter op de derde plaats Dusty Onoe. Dan op plaats 4 daarachter aan de relingzijde volgt Kees Bokma. Kees Bokma krijgt zo dadelijk een paard half naast zich, maar die wordt ietsje teruggenomen. Dat is Tom Kooijmans zijn paard, no spa. En daardoor kan Kees Bokma eruit. En dan bedenkt Ebbing zich geen moment. Hij vliegt aan de buitenkant gelijk het hele veld voorbij. Dan komt Kees Bokma aan de buitenzijde en die gaat de leiding nu overnemen. Kees Bokma de nieuwe leider, Bonnie Charisma op plaats 2. Derde is no spa en vierde aan de relingzijde is Godiva Flevo. Daarachter volgt dan Excellent Legume. En daarachter aan de relingzijde Dusty Onoe. Die wordt gevolgd in het tweede spoor door Burlesque. Daarachter volgt Excuse Me. Daarnaast in het tweede spoor ligt Falco. En daarachter gaat zo langzamerhand een half spoortje naar buiten. Maar die gaat ook gelijk weer terug naar binnen. Esprit Itzarda. Zo gaan de paarden de rechte lijn voor de tribune in. Tempo is niet al te hoog en de leider is de favoriet. Dat is Kees Bokma. Kees Bokma drukt het tempo. Aan de buitenkant komt dichterbij No Spa. Daarachter aan de relingzijde volgt dan Bonnie Charisma. Vierde aan de buitenkant, Excellent Legume ligt er nu prachtig in. Daarachter aan de relingzijde zit vast de tweede favoriet, Godiva Flevo. Daarnaast komt zo langzamerhand Burlesque. Daarachteraan gaat mee Falco. Dusty Onoe aan de binnenkant, Excuse Me aan de binnenkant. En laatst in het tweede spoor is Esprit Itzarda. Zo gaan de paarden de rechterbocht in en Kees Bokma kan het tempo helemaal naar zijn hand zetten. Het gaat niet al te hard, de deelnemers gaan die rechte lijn overzijde weer door. Gaan ze zo meteen indraaien, daarachter op plaats 2 Bonnie Charisma. Problemen voor No Spa, die wordt naar de buitenkant genomen. Dat doet Tom Kooijman heel sympathiek, want hij wil niemand in de weg rijden. Daardoor kan Excellent Legume gewoon rechtdoor rijden, gaat nu door naar plaats 3. Paarden de rechte lijn overzijde. Het veld schuift wat in elkaar en zo zijn ze op weg naar de laatste bocht. Kees Bokma leidt. Kees Bokma aan de buitenkant Excellent Legume. Dan Bonnie Charisma en daarachter aan de binnenkant is ook aardig weer opgeschoven Godiva Flevo. Paarden gaan de laatste bocht nu in en de leider is nog altijd Kees Bokma en die gaat makkelijk. Kees Bokma is inmiddels in de laatste bocht. Waar dan precies? Nou, halverwege de Tjarda-bocht. Lengtevoorsprong heeft hij. Op plek 2 aan de buitenzijde komt wel wat druk van Excellent Legume. Dan Bonnie Charisma en daarachter op plaats 4 Godiva Flevo. En zo komen de deelnemers zometeen de laatste rechte lijn in. Daar zijn ze nu en daar is Kees Bokma nog altijd de leider en die gaat nu wat afstand nemen van het veld. Kees Bokma pakt 2 lengte, pakt 3 lengte. Excellent Legume ligt nog op plaats 2. Godiva Flevo en Burlesque komen samen op weg naar de streep. Is het heel makkelijk Kees Bokma die gaat winnen. Kees Bokma wordt de winnaar. Tweede plaats is voor Excellent Legume. Derde is Burlesque. En plaats 4 is voor de nummer 4. Godiva Flevo.